Goedenavond, fijn dat u weer kijkt of terugkijkt naar dit derde coronajournaal. Sorry voor mijn haar, maar u kent de reden daarvan. En jammer alleen dat mijn grijze haren wat uitgroeien nu, maar ik hoop dat u mij dat vergeeft. De recreatiebedrijven worden door de overheidsmaatregelen zwaar getroffen. Door een bijzondere maatregel van de veiligheidsregio Twente werden de bedrijven in Twente echter nog eens extra zwaar getroffen, want in Twente moest de slagboom definitief dicht. Terwijl recreatief verblijf onder voorwaarden in de andere veiligheidsregio's van Nederland nog wel konden komen, werd toegestaan, waren de burgemeesters van de 14 gemeenten in Twente van mening dat de risico's hier te groot waren. Maar gelukkig werd gisteren bekendgemaakt dat daar vanaf morgen verandering in is gekomen. Op zich blijft het echter een vreemde maatregel, want als dit dan noodzakelijk is, waarom gold die regel dan niet voor alle andere regio's in Nederland? Maar hier komen we zeker nog op terug. Ook de horeca werd onverwachts en heel zwaar getroffen. Want binnen enkele uren moesten de klanten die aanwezig waren in de horecabedrijven vertrekken en gingen de deuren op slot. Tot op dit moment is het onmogelijk als klant een glaasje te gaan drinken of een hapje te gaan eten bij je favoriete locatie. En er kon bovendien op staande voet een streep worden gezet onder de afspraken voor bruiloften en partijen. En dat blijft zo, zeer waarschijnlijk, tot in ieder geval 20 mei. Vanavond zitten bij mij aan tafel twee mensen die dit allemaal van heel nabij hebben meegemaakt. Direct rechts van mij zit Wilfred ten Brinke, voorzitter van Gastvrij Twenterand, die bovendien samen met zijn familie ook boerderijcamping De Kupershoek runt. Mijn tweede gast, die zit iets verder van mij vandaan, is Piepenharry, die met zijn vrouw Els de drijvende krachten achter het niet alledaagse familiebedrijf in Vriezeveen zijn. Het café bestaat sinds 1825 en is daarmee volgens mij een van de oudste horecabedrijven in de gemeente Twenterand. En volgens mij het Kachelmuseum Veneman zit daar een beetje in dezelfde periode ontstaan, Harry. Denk het wel, ja. Oké. Wij hebben het formaat van dit programma voor vanavond iets aangepast. In de vorige uitzendingen konden de gasten ons namelijk meenemen in de aanpassingen die men had doorgevoerd na de uitbraak van dit virus. Bij zowel de horeca als de recreatiebedrijven valt er echter niet zo heel veel aan te passen als je van hogere hand opgedragen wordt om de deuren te sluiten en stevig dicht te houden. In het eerste gedeelte van dit programma ga ik in gesprek met Wilfred ten Brinke over zijn rol als voorzitter van Gastvrij Twenterand. En na de rubriek met wat korte berichten die ons deze week opvielen, ga ik in gesprek met campinghouder Wilfred ten Brinke en kroegbraas Harry Bramer, beter bekend als Piepenharry. En zoomen we wat in op de specifieke situaties van hun bedrijven. Heren, hartelijk welkom. Dank u. Dank u. Fijn dat jullie aan tafel zitten. We hebben de afstand in acht genomen. We zitten anderhalve meter minimaal van elkaar verwijderd. En Harry, ik ga in gesprek met Wilfred, maar aarzel niet als je wat wilt toevoegen om je te mengen in het gesprek. Want ik kan me namelijk niet voorstellen dat je ergens geen mening over hebt. Zou kunnen. Oké.
Laten we maar gelijk beginnen, Wilfred, met het feit dat Onno van Veldhuizen, de voorzitter van de veiligheidsregio, gisteren heeft aangegeven dat de campings vanaf komende vrijdag onder voorwaarden weer gasten mogen ontvangen. Is dat een felicitatie waard vanuit jouw positie gezien, voorzitter? Jazeker. Ja, want dat betekent voor veel, niet alle, maar voor veel ondernemingen dat ze gewoon weer open kunnen en weer gasten kunnen ontvangen en daardoor weer inkomsten kunnen genereren. Ja. En vooral grotere bedrijven met chalets en huisjes en dergelijke, dat die weer gewoon open kunnen. Want daar liggen de lasten toch heel hoog. Ja. Als je dan nu in ieder geval nog wat inkomsten hebt, dan is dat denk ik goed nieuws voor die bedrijven. Ja. Dus jij denkt dat dat een welkome situatie is voor de meeste bedrijven ook in Twenterand? Ja. Oké. Na de onderbreking of met de korte berichten kom ik nog even terug op jouw specifieke situatie, want die is iets anders? Die is anders, ja. Oké, maar jij spreekt nu als voorzitter. Als voorzitter, okay. En dan zijn we met deze maatregelen blij dat het... Wilfried, hoe kijk jij achteraf, want dat wordt nu hersteld dan met ingang van morgen, hoe kijk jij achteraf terug naar een maatregel die alleen maar betrekking had op Twente? En de rest van Nederland mocht wel onder voorwaarden, en die voorwaarden waren, naar mijn mening, dat je een camper had met een eigen toiletvoorziening en een douchevoorziening, maar de gemeenschappelijke ruimtes moesten dicht zijn. Ja. Maar dat mocht in andere regio's wel. In heel Nederland mochten die campers en de grote caravans wel naar binnen op beide bedrijven, maar in Twente niet. Waarom? Wat is het verschil? Vormt Twente een uitzondering op? Nou, dat is een lastige. We waren trouwens niet de enige. Zeeland zat al iets eerder helemaal op slot. Sorry, daar heb ik een huiswerk niet goed gedaan. Ja. Geeft niks, maar vanuit Twente werd gezegd dat het was omdat ze verwachten dat er toch grote massa's met Duitse toeristen eigenlijk naar Twente zouden gaan om daar te recreëren. Alleen het vreemde is dan dat als je kijkt naar Twente en Twente-rand, wij liggen aan de rand van Twente. We zitten vlakbij Salland. Ja. In principe is het maar een paar kilometer. Ja. En Salland, waar eigenlijk nog veel meer toerisme is als we kijken dan Twenterand, die gingen wel gewoon, of die konden wel gewoon open. Ja. En dat is een vreemde beslissing, dat dat niet meer in beleid is. Ik kan me best voorstellen dat je zegt, alle grensregio's, we doen het allemaal op slot. En Limburg dan ook. En Limburg dan ook. En zo zijn er veel meer, de Achterhoek, die zou je dan ook dicht moeten doen. Ja. Dat was een logisch verhaal geweest. Ja. Alleen nu is Twente alleen. En ik geloof niet dat wij als Twente de grote regio zijn die alle Duitsers Nee, denk ik ook niet. Ja, Onno van Veldhuizen zei dat het iets te maken had met de zorg. Omdat het nu beter in de zorg ging, konden de campings in Twente weer open. Maar dan gaat hij dus Twente vergelijken met de zorgverlening in heel Nederland. Dat is toch een rare situatie. Ja, ik weet niet precies waarom deze maatregel is genomen nu. Ik heb zelf een beetje het gevoel dat, omdat wij als enige, of bijna als enige, als Twente zo zaten, dat ze nu zoiets hebben van, eigenlijk is het ook een vreemde situatie dat wij anders zijn dan een Salland en andere regio's. Ja, dus laten we hem maar open doen. Zijn we het over eens, hoor, dat het een vreemde situatie is. Is er contact geweest met bijvoorbeeld burgemeester Annelies van der Kolk, die in de veiligheidsregio zitting heeft en ook dus mede verantwoordelijk is over de eerste maatregel dat het op slot moest? Nee, we hebben niet direct contact gehad met Annelies. We hebben wel wat contact gehad met Bart-Jan Harmsen. Mm-hmm. Dus met de wethouder, om daar toch eens over te spreken van hoe moet je daarmee omgaan. En op zich, de maatregelen kwamen eigenlijk heel snel achter elkaar. Dus je had eerst dat Rutte zei van alle gemeenschappelijke ruimtes op alle campings moeten dicht. En toen kwam de veiligheidsregio nog met een stap extra. Ja. Er was wel de vraag vanuit de recreatie om wel duidelijkheid te geven. Ook als een veiligheidsregio van stel nu gewoon wat mag wel, wat mag niet. Ja. Zodat voor iedereen goed duidelijk is wat er kan. En Twente heeft daarin beslist om dan alles helemaal dicht te doen. Ja, echt en rigoureus. Hè? Echt rigoureus. Met grote gevolgen. Ja, maar wat zijn die gevolgen dan? Ja, het hele wrange aan deze situatie is dat we eigenlijk met Pasen en nu ook hartstikke mooi weer hebben. En eigenlijk een ideaal uitvalsbasis zijn om lekker te fietsen en te wandelen en te doen. Ja. En dan konden campings met chalets en huisjes, die hadden daar denk ik toch een leuke omzet nog kunnen draaien. Ja, nog iets. Nog iets kunnen draaien en in ieder geval nog wat kunnen doen en toch mensen krijgen. En nu... dus loop je met mooie weer buiten en het is leeg. Ja. Ja, goed, wij kunnen denk ik wel constateren dat het achteraf gezien een maatregel is geweest
waar misschien toch nog wel eerder contact met jullie over had moeten plaatsvinden en eigenlijk achteraf niet verstandig is geweest. Ja, maar ik denk dan nog, ik weet ook niet wat de stem is geweest van de andere gastvrij mensen, dus andere regio's, hoe die daarin stonden. Het is natuurlijk een democratisch besluit. Ja. Het is genomen en achteraf gezien denk je als enige regio dat doen. Is misschien niet handig geweest? Nee, oké, goed. Maar het is over. Morgen gaan de campings onder die voorwaarden weer open en kan er in ieder geval een stukje omzet worden gecreëerd. Ja. Voor die mensen en bedrijven die het hard nodig hebben. Wilfred, kun jij ons aangeven waar je deze coronaperiode als voorzitter van Gastvrij Twenteland allemaal mee bent geconfronteerd? Of zijn onze ondernemers in Twenteland zodanig zelfstandig dat ze hun eigen zaakjes wel regelen? Onze ondernemers in Twenteland zijn gelukkig heel zelfstandig. Ze regelen heel veel zelf, dus dat gaat heel goed. Alleen je merkt wel dat met name ook in het bestuur, en niet alleen met Gastvrij Twenteland, maar met alle ondernemers onderling, ben je wel druk bezig op een gegeven moment van welke regelingen zijn er, waar kan ik wel voor in aanmerking komen, waar niet. Hoe kan ik zorgen dat ik toch een stukje vergoeding krijg vanuit de overheid. Dat was eerst voor de recreatiebedrijven ook nog niet mogelijk. Dat is ook pas sinds kort mogelijk. Daar hebben we wel veel mee bezig. Ja, en aan de andere kant, wij zijn als Gastvrij Twenteland net begonnen. En dit jaar zouden we eigenlijk vol ervoor gaan om ons op de kaart te zetten en Twenteland op de kaart te gaan zetten. Ja, en nu liggen wij als Gastvrij Twenteland toch ook gedeeltelijk stil. Ja, je komt nu vanuit een achterstandsperiode. Hè? Ja. Je bent echt van de kaart verdwenen, een periode. Ja. En nu kan je dus weer laten blijken, mensen, kom maar weer. Maar misschien is die boodschap die, want daar is wel publiciteit over geweest, dat Twente op slot ging. Ja, dat blijft misschien nog hangen bij de mensen in de rest van Nederland. Dat had achteraf niet nodig geweest. Nee, ja, dat is achteraf altijd. Het is makkelijk, maar goed, het is. Goed, streep eronder, het kan weer vanaf morgen. Heb je zodanig regelmatig contact met de bedrijven in Twenterand dat je weet dat ze de moed er een beetje in houden, de ondernemers? Ja, in ieder geval hebben we met meerdere ondernemers wel eens contact. En ja, iedereen zit een beetje in hetzelfde schuitje. En dat is een lastig iets, want er was nog steeds niet duidelijk wat er nu ging gebeuren. Wanneer kunnen we weer open? Wat gaat er gebeuren? Nou, we zitten nu in het voorseizoen. We hebben de Pasen gehad en eigenlijk wat mooie weken waarin het normaal wel leuk loopt met de camping. Ja. Maar waarin je nog niet echt helemaal afhankelijk bent van die omzet. Eigenlijk komt dat pas straks met Hemelvaart Pinksteren en daarna de zomervakantie. Ja. En heel veel mensen waren toch aan het kijken van wat gaat er gebeuren met Hemelvaart Pinksteren? En misschien ook al verder, wat gaat er gebeuren met de zomervakantie? Want als je zo lang dicht moet zitten, Dan wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk. Maar in het seizoen kan je natuurlijk de kosten. Dat is meestal de kers op de taart na seizoen. Even een vraag tussendoor. Denk je dat de Nederlanders met de zomervakantie naar het buitenland kunnen? Ja, ik denk wel dat het kan. Dat wil je. Ja, ik denk wel dat het kan. Ik verwacht dat de Nederlanders wat voorzichtiger zullen zijn. En ook omdat het wat meer. Op het laatste moment wordt dat toch meer Nederlanders. Maar vanmiddag was Angela Merkel op de televisie. En die zegt bijvoorbeeld dat de echte pandemie nog moet komen. Men is er nog niet helemaal gerust op, ook niet in Duitsland. Ja. En we gaan de grenzen dan weer dicht. De grenzen zijn wel dicht met Denemarken, Tsjechië en Oostenrijk, heb ik begrepen. Met Nederland is het. Je kunt erin. Ja, daar moet je een geldige reden voor hebben. Ja. Anders kom je er niet in. Die filosofie, dat is lastig te maken. Iedereen zoekt als land zijn. Want we zijn ook verschillend qua land, qua opbouw in zorg. Zeker, zeker. En Merkel praat voor Duitsland en Rutte praat voor Nederland. Dat begrijp ik. Wij zitten op dit moment, denk ik, aan de goede kant. We hebben de uitbraak redelijk in toom kunnen houden. De uitbraak gaat nog steeds door, maar wel gecontroleerd. Maar kun je even verder, Harry, want anders dan lopen we helemaal uit de hand. Ik denk dat ik wel uit de tijd loop met jou aan tafel. Dat is van tevoren was ik mij dat bewust. Maar jij komt echt volledig. Nee, dat begrijp ik. Ja.
Zitten er bij de recreatiebedrijven, Wilfred, veel bedrijven onder... die ook nog te maken hebben met pacht van de grond, of is meestal eigendom? Meestal is eigendom. Oké. Okay. Ik weet... Dus de recreatiebedrijven hebben geen problemen, zoals in de horeca bijvoorbeeld wel... het geval is in Twenterand dat men in een gehuurd pand zijn bedrijf uitvoert. Ja. Dat is een voordeel voor de recreatie. Maar goed, aan de andere kant, als je het allemaal op eigendom doet... dan zit je wel met je financiering in je last. Ja, maar goed, als je huur doorgaat en de hypotheek... maar dat is eigenlijk hetzelfde, hè, huur ja. of hypotheek. Alleen de hypotheek ja. wordt dan de rente, kan dan wat... Ja, daar wordt wel iets mee geschoven. En als je een verhuurder hebt, die moet willen meewerken... om misschien betalingsregelingen te maken. Ja. Goed. Je ziet dat er bedrijven zijn, en dan praat ik even over horecabedrijven, die zich nu richten op afhaalmaaltijden. Ja. En zelfs worden er ook maaltijden bezorgd. Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat in eerste instantie. Of zie ik dat verkeerd en heeft dit buiten het genereren van een stuk omzet ook nog andere positieve gevolgen voor de bedrijven in jouw optiek? Nou, ik zie het eigenlijk meer als gewoon een druppel op de gloeiende plaat om toch maar wat inkomsten te genereren. Om het maar, ja, toch, je moet alles betalen. Dus als je dan maar iets inkomsten hebt, alles wat binnenkomt is welkom. En daarom zijn we trouwens als Gastvrij Twenterand hebben we ook de Samen Sterk pagina opgezet. Waarbij ondernemers die wat speciaals doen in deze coronatijd om zich toch maar aan te gaan melden. Via info@gastvrijtwenterand.nl kunnen ze een mailtje sturen. Als je een initiatief hebt waardoor je in één keer kunt afhalen of je bezorgt, meld het daaraan en dan kunnen wij het op de pagina Samen Sterk zetten. Oké, okay, nou. Harry, kan men bij jullie ook een ribeye of een entrecote of een biefstuk afhalen? Nou, het liefste een mooie biefstuk. Want entrecote, steekvlees, dat is, als dat klaar is, dan moet het onmiddellijk uitgeserveerd worden. Als je daar nog eerst 3 kilometer mee naar huis moet, nou, dan is de smaak er een beetje af. Dat wordt er niet mooier van. En kijk, gaan jullie daarmee beginnen met die biefstukken? Als het even kan, volgende week. Ja, ja. Dan wou ik graag bellen voor 2:00 PM. En dan doen we dat op donderdag, vrijdag en zaterdag. Nou ja, tot zover de reclame van Piep en Harry. Maar ja, dat mag hoor, geen enkel probleem. Ja. Ga jij zelf de biefstukken dan bezorgen ook, Harry? Ik heb liever dat ze ze ophalen. Oké. Okay. Maar jij kan toch wel een beetje gebruiken ook? In noodgevallen dan zeg ik, kom er zo aan. Oké. Okay. Maar als het maar voor 2:00 PM wordt besteld, ze kunnen het achter in de zaal afhalen op een speciale tafel. En zodat ze geen enkel contact hebben met de keuken of hoe of wat. Ja, oké. Okay. De hulp van de overheid voor de bedrijven, is die in jouw ogen voldoende? Of is dat nooit voldoende? Ja, nou, dat is een hele lastige, want het is niet voldoende. Het dekt nooit alle kosten en de omzet die je maakt. Dus nee, het is niet voldoende. Aan de andere kant moeten we ook reëel zijn. Als de overheid echt alles wil betalen, dan dat is ook gewoon niet te doen. Dus ik denk, het helpt ons. En wij zijn een kleinere onderneming, dus dan helpt het wel. Maar een grotere onderneming, ja, het is toch lastig. Hebben de meeste bedrijven, en ik begrijp hoor dat je daar niet te veel over kan zeggen, maar is jouw inschatting dat de meeste bedrijven voldoende vet op de botten hebben om zeg maar een redelijk te behappen periode kunnen overbruggen? Of denk jij ook dat het bij sommige bedrijven ook het water wel aan de lippen staat? Ik denk dat het voor de meeste bedrijven nog redelijk te behappen is. Als ik kijk naar de recreatie, de campings en dergelijke. Het voordeel van Twenterand is dat we over het algemeen wat kleinere ondernemingen hebben. En ook veel familiebedrijven. Ja, ja, ja. Met wat minder personeel, daardoor ook wat minder vaste lasten. En ja, dan kun je gewoon dan maar iets minder beleggen op de boterham. Een paar maanden. Ja. En dan kun je daarna wel weer... De tering naar de nering zetten. Ja. Oké. Okay. Is de hulp van de gemeente Twenterand afdoende? Ja. En de communicatie ook? Ja. Wij hebben als Gastvrij Twenterand regelmatig contact met de wethouder. En die is eigenlijk op de hoogte van welke regelingen zijn, wat de mogelijkheden zijn. Ook weer binnen de provincie zijn nog weer nieuwe regelingen en dingen te doen. Dus mensen kunnen zich altijd bij info@gastvrijtwenterand melden of gewoon door te bellen. Van ik heb een probleem, help me. Wij hebben wel lijntjes met de gemeente waarmee we een oplossing kunnen bieden. Goed om te horen.
Wilfried, bijna aan de afsluiting van het eerste gedeelte. Er zijn, daar ontkom ik niet aan, er zijn twee recreatiebedrijven die op voet van oorlog met elkaar leven. En die vechten dat uit via de media. Ja. Dat is een slechte zaak, denk ik, voor het visitekaartje, voor toeristisch Twenterand. Ja. Dat is deze periode heeft men geen last meer van elkaar, nee. Omdat het stilstaat. Ja. Is dit nou niet een goede periode dat die mensen eens gewoon fatsoenlijk met elkaar een kop koffie gaan drinken? En kan Gastvrij Twenterand daar nog iets in betekenen? Of is dat gewoon een zaak tussen twee bedrijven? Ja, het is echt een zaak tussen twee bedrijven. En het is natuurlijk geen positief reclame voor de recreatie in Twenterand. Want ja, als er gevochten wordt, ja. Dat heeft altijd negatief. Het is lastig om daar als Gastvrij Twenterand echt een bemiddelende rol in te gaan spelen. Ja, ja. Dat is ook geen initiatief van jullie kant. Dat is ook niet van ons initiatief. Nee. Wij zijn eigenlijk voor de promotie van Twenterand. Ja. Om Twenterand goed op de kaart te zetten. Ja, mensen die zeg maar, die promotie schade toebrengen, daar zou je toch best eens ook een kopje koffie mee kunnen drinken, toch? Ja, we zullen altijd een kopje koffie kunnen drinken, ja. Maar ja, misschien dat men wat realistischer wordt en zich wat meer op hun eigen bedrijf nu moet richten, gezien de situatie, en wat minder kijkt naar het bedrijf van de buurman. Dat hoop ik. Nou, laten maar we dat. Het is een ingewikkeld conflict daar. Dus. Dat begrijp ik. Ja. Wil je ons als voorzitter van Gastvrij Twenterand nog iets mee of doorgeven wat we nu niet hebben besproken? Nee, eigenlijk niet. Ik zou alleen tegen iedereen, alle ondernemers in Twenterand willen zeggen van meld je aan bij Gastvrij Twenterand. Je kunt ook gewoon lid worden van Gastvrij Twenterand. Kom je mooi op de site, krijg je een eigen stukje op de pagina. En alle initiatieven van alle ondernemers in Twenterand die iets doen om die coronatijd door te komen, en je hebt een goed initiatief, meld het aan, dan zetten we het op de Samen Sterk pagina. En dan kom je toch gewoon weer positief in het nieuws. Op dit moment staan overal ook van die grote banners waar het nog op gepromoot wordt. Er zijn dus nog wel bedrijven uit Twenterand, recreatiebedrijven, die nog geen lid zijn van Gastvrij Twenterand. Ja, dat komt omdat we net begonnen zijn en we eigenlijk nu volop in de werving wilden van de nieuwe leden. Maar helaas is onze bijeenkomst door de corona ook niet doorgegaan. Oké. Nou. Kijk eens, wij gaan er even tussenuit voor wat zaken die ons deze week opvielen. Stichting Manna is een voedselbank, kledingbank en ook verzorgen wij cadeautjes voor kinderen die jarig zijn. Stichting Manna probeert de voedselbank zo lang mogelijk open te houden. Maar daarnaast hebben we ook een website gemaakt die de vrijwilligers die we al hebben koppelt aan mensen die een hulpvraag hebben op allerlei andere gebieden. Wat het dan ook is, dat kan zijn boodschappen doen of medicijnen halen of oppassen. Of dat, je kunt van alles bedenken. Misschien komen er nog wel heel andere hulpvragen bij in de toekomst. Hoe we dat gaan doen is dat we op de website de mogelijkheid bieden om je hulpvraag in te dienen door verschillende knoppen te bedienen. En aan de andere kant kun je, als je dus wilt helpen, exact diezelfde knoppen bedienen, maar dan aan de kant van de helper. Als we mensen aan elkaar koppelen, dan worden er ook instructies gegeven van hoe om te gaan met het virus om te voorkomen dat er besmetting wordt doorgegeven. De naam van de website is www.manacoronahulp.nl. De kracht om een boodschap luid en duidelijk over te brengen is bij uitstek de herhaling. We worden er op de landelijke televisie voortdurend mee geconfronteerd. En ook in dit programma gebruiken we dit middel. Kennelijk heeft het effect. Toen Marta van Abbema merkte dat ze haar wethouderschap in Twenterand wel in 3 dagen afkon, twijfelde ze geen moment. Nu werkt ze tijdelijk ook als coronaverpleegkundige in Os. Gedurende 3 dagen per week. Geen woorden, maar daden. Leven Marta 1. Bovendien krijgt ze waarschijnlijk veel meer waardering en minder commentaar als verpleegkundige dan als wethouder in Twenterand. Omdat veel lokale ondernemers hun deuren moeten sluiten vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, kunnen ze wel een steuntje in de rug gebruiken. Bestel eens een avondje eten online via de mail of gewoon door even te bellen. Vele restaurants bieden momenteel mogelijkheden tot het ophalen of bezorgen van uw warme maaltijd. En vergeet niet om zoveel mogelijk bij lokale winkeliers te kopen.
Aannemersbedrijf Bramer heeft bij woon- en zorgcentrum De Vriezenhof een bezoekunit geplaatst, waar de bewoners hun naasten kunnen ontmoeten. Voor onze bewoners en hun familieleden is het een prachtige manier om elkaar te bezoeken, aldus Anke Hemmer-Jonker, verpleegkundige bij De Vriezenhof. Na weken geen bezoek en vooral veel bellen, videobellen of skypen, is het fijn dat bewoners en familie elkaar van dichtbij kunnen zien. Dat is toch echt anders. Dat betekent wel weer extra werk voor de vrijwilligers van Manna. Maar onder leiding van twee ervaren vrijwilligers van Manna, Magiel Dijkstra en Herman Kunst, pakten raadsleden Erik Veldmeijer, Maaike Janssen-Smelt en wethouder Mark Paters voedselpakketten in voor de ZZP'ers die het moeilijk hebben door de coronacrisis. Roswitha Uitslag heeft namens het CDA op zaterdag 18 april de eerste telefoons en tablets afgeleverd bij de verzorgings- en verpleeghuizen in Twenteland. Heeft u een telefoon en of een tablet, inclusief oplader, die u niet meer gebruikt en is voorzien van een camera, lever deze dan in bij Easy Connect Computers of JD Computers in Vriezenveen. Zij resetten deze en installeren vervolgens de app en het CDA zorgt voor een verdere uitrol van deze telefoons. Medewerkers van weekkrant De Toren van Twenteland hebben bewoners van alle verzorgingstehuizen in Twenteland voorzien van een tas met lekkernijen. De zorgmedewerkers kregen een bos bloemen. Dit alles om de bewoners en medewerkers een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Door solo te fietsen, geld ophalen voor de strijd tegen corona. Met die gedachte heeft de organisatie van het Nederlands kampioenschap wielrennen voor bedrijven de coronaride gelanceerd. Wie mee wil doen, kan zich inschrijven, ontvangt een rugnummer en kan vervolgens op een eigen fiets naar keuze een tocht rijden. De nadruk ligt daarbij echt op het alleen fietsen en de opbrengst gaat naar het Rode Kruis die de gelden inzet tegen de verspreiding van het coronavirus. Niet iedereen houdt zich helaas aan de opdracht om niet met meer dan twee personen samen op of over straat te gaan. In Twenteland ging het vooral om een grote groep jongeren die al meerdere keren was gewaarschuwd. Maar desondanks toch met meerdere personen bij elkaar bleven komen en daarbij de regels stelselmatig overtrad. Er werden boetes uitgedeeld en dat loopt flink in de papieren. De boete kost namelijk €390. Nu alle activiteiten stil liggen en de bewoners van de verzorgingstehuizen thuis zitten in hun appartement, ontstond bij de Haren en Zorgzaam Twenteland het idee voor een beweegmoment. Bewoners van de Vlierborg konden vanaf hun balkon of vanaf hun tuintje meedoen met de oefeningen, terwijl er muziek werd gedraaid door Bastiaan Dubbink. Het werd een feestje. De meeste peuters in de gemeente Twenteland zitten op dit moment thuis. Om hun ontwikkeling ook in deze tijd van corona te blijven stimuleren, krijgt iedere peuter in Twenteland die normaal naar de kinderopvang gaat van de gemeente en de bibliotheek Twenteland een prentenboek. Als boek is gekozen voor het grote Fiep-kijkboek van Fiep Westendorp. Onder andere bekend van haar illustraties bij de Jip en Janneke boeken van Annie M.G. Schmid. Medewerkers van Zorgzaam Twenteland besteden zorg aan welzijn. Ze werken deze periode grotendeels vanuit huis, maar gaan hier creatief mee om. Deelnemers, bezoekers en vrijwilligers proberen wij telefonisch of per e-mail te vragen hoe het met hen gaat en of we nog iets voor hen kunnen doen. Ook kunnen inwoners van Twenteland, jong en oud, zelf contact opnemen met ons zorginformatiepunt. Zit u bijvoorbeeld thuis en kunt u geen boodschappen doen? Of kunt u niet zelf koken? Of heeft u moeite om uw dag in te vullen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij weten welke hulp er bij u in de buurt te krijgen is. Het Zorginformatiepunt kan u ook verder helpen bij vragen over WMO en zorg en ondersteuning. We bieden u een luisteren door en wijzen u de weg. Iedere werkdag is er van 9 tot 12 uur een medewerker van het Zorginformatiepunt die u te woord kan staan. Zij kent de weg, werkt samen met veel organisaties en denkt met u mee.
Nederlanders willen elkaar helpen. Al verschillende inwoners hebben zich bij ons gemeld. Misschien wilt u als vereniging of kerk ook een helpende hand bieden. Zorgzaam Twenterand wil hierin graag een verbindende rol spelen. Denk daarbij aan het aan huis afleveren van boodschappen, het aanbieden van maaltijden of gewoon een luisterend oor. Maar misschien heeft u zelf ook ideeën. Laat het ons weten. Wij zijn ons bewust dat wij niet volledig zijn bij deze berichten en ook niet uniek. Als u een actie rond het coronavirus op touw zet, laat het ons echter weten en we besteden er graag aandacht aan. Mail naar info@chriswalraven.nl of bel naar mijn mobiele nummer en in de herhaling wordt het nummer er netjes onder geplaatst. Tenminste, dat neem ik aan. Heren, in dit gedeelte van de uitzending gaan wij in op de gevolgen van deze coronacrisis voor jullie eigen bedrijven. Harry als horecaondernemer en Wilfred als campinghouder. Hartelijk welkom, campinghouder Wilfred ten Brinke. Dankjewel. Oké. Harry, jij drijft je zaak samen met je vrouw Els. Ja. Yeah. Die buiten de aankleding van het café, de zaal en niet te vergeten het terras achter de barbecue... staat om de ribeyes en entrecotes te bereiden. De barbecue in de zaak is een succesformule. Dat is het al heel wat jaren. Is het dat nog steeds? Ja, sinds 1982 is dat de kurk waar alles op drijft. Kun je rustig stellen. Ja. En hoe moeten we, ja, ik weet wel hoe het eruit ziet, maar hoe moeten de mensen zich dat voorstellen? Een barbecue in... Een binnenbarbecue en we hebben er een buiten staan. Onze credo is, de prijs moet goed zijn en de kwaliteit moet nog beter zijn, laat ik zo zeggen. Oké. Okay. Prijs is voornaam, maar kwaliteit, daar draait alles om. Okay. En voor kwaliteit mag een bepaalde prijs staan. Ja. En als dat goed is, wordt er nooit over gemekkerd. En de mensen zitten niet in de rook van de barbecue. Nee. Waar gaat die heen dan? Door de schoorsteen. Oké. Het bedrijf is voor jullie ook een soort invulling en een dagelijks bron van jullie sociale leven. Dat klopt, ja, toch? Ja. Mis je dat niet heel erg, Harry? Ja. Ik hunker soms even om dat er iemand achter de deur wegkomt. Ik ga per dag meerdere keren rijden door Vriezenveen en als er een bekende aan de weg staat, dan stop ik. En doe ik het raampje open. Nou, hoe heet het met? Dat wordt echt gewaardeerd. En ook ouderen van 80, 85 jaar. Ik hoef helemaal niet uit de auto te komen. Ze gaan ook niet bij mij in de auto zitten. Maar even, hoe heet het met? Ja. Nou, dat kan toch geen kwaad? Nee. Je moet niet bij de mensen naar binnen gaan. Dat moet je niet doen. Gewoon, als iemand van Manbak op mijn adres. Die vrouw was met de tuin aan de gang en hij liep met de wandelstok. Nou, dan praat je even met elkaar en wat doen we ervan? En wie had dit ooit gedacht en al die dingen meer? Nou, dat kan. Dus jij zit echt wel om een praatje te plegen. Zeker. En daarnaast natuurlijk ook een stukje omzet. Want... Ja, goed, daar zitten we allemaal om verleven op dit moment. Ja. Maar goed, we moeten ons aan de regels houden. En. Doe maar. Oké. Okay. Verder is geen commentaar. Nee. Ik ga de wet niet te buiten, want ik heb echt geen behoefte aan een dikke bekeuring. Nee, dat begrijp ik. Ik heb begrepen dat er een paar zijn uitgedeeld in Nederland, maar ja. Ik begin er niet aan. Harry, heb jij nog een leuke mop voor ons? Of is dat aanbod ook minder geworden nu je wat minder contact hebt met je klanten? Nou, ik heb er nog wel een. Nou, vertel op. Er is een vent heeft een schaal met eieren over de tap staan. En dan komt een meneer binnen en zegt, doe me een stuk of drie eieren in een borrel. Nou, en hij puzzelt die eieren binnen en gooit de borrel erachteraan. Hij zegt, doe me nog even zo'n portie zeggen. Die ding heeft in no time even die ding op en de borrel erachteraan. En er zit iemand naast hem en die zegt, meneer, eet u altijd zoveel eieren? Nou, zei mijn opa was 98 en had hij ook zoveel eieren? En zei, dat weet ik niet, maar die bemoeide zich nergens mee. Oké. Okay. Nou, de boeren hebben het gehad met de stikstof. Doe je er nog één achteraan? Nou, er zal er één achteraan gooien. Stikstof met de boeren en die man die zit er een aantal maanden in zo'n gekkenhuis. En
Op een morgen komt de bewaker die komt bij hem en zegt: u moet zaterdagmorgen moet je met de directeur melden en dan moet je een paar vragen beantwoorden. En als dat lukt, dan denk ik dat je van huis komt. Nou, is goed. Zaterdagmorgen binnen. Hij zegt: ik moet bij u komen. Ja. Hij zegt: gaat u bij me zitten. Ik wil even een paar vragen stellen. Nou, dat kan zet hij. Meneer, dan moet je goed opletten. Hij zegt: wat betekent dit? Boeren, dat weet ik niet. Weet je dat? Hij zegt: nee. Nou, zijn er een kip die pikt graan. Nou, dat zal best. Volgende vraag. Hij zegt: wat is dit dan, meneer? Hij zegt: ik zou het niet weten. Er zijn meerdere kippen die graan pikken. Nou, dat zal wel. Toen zegt hij tegen de directeur: mag ik jou een vraag stellen? Ja, dat mag. Hij zegt: wat betekent dit dan? Nou, zegt de directeur: dat zal wel iemand zijn die honger heeft. Nee, zegt een boer, zegt, die heeft een armtekort. Zeg, daar was het zo dan. Oké. De dikste boeren hebben de dikste al. Nou, okay, ja, volgende vraag. Ja, ik stop je nu even, want anders dan, lopen we helemaal uit de tijd. Maar ja, ik mis het wel, Harry, ook hoor, om gezellig aan de ronde tafel een borreltje te nemen en een glaasje meerder wijn. Ja. Over gezelligheid gesproken, Harry. Ik weet toevallig dat Els het al bijna 50 jaar bij jou heeft volgehouden. Ja. En ja, dat is best een prestatie. Een halve eeuw, ja, dat is een heel erg. En het feest was al geboekt. Ja. Maar het is inmiddels afgeblazen, ook heel logisch. Ik weet natuurlijk niet wat er op 4 of 5 juli nog kan gebeuren. Ja. Hopelijk gaat het wel door. En anders dan gaan we straks in het najaar wat ja, organiseren. Ja. Maar het is dus niet zo dat omdat jullie nu 24 uur op elkaars lip zitten, dat er helemaal geen feestje meer gevierd gaat worden. Jullie kunnen het wel uithouden met z'n tweeën. Een half eeuw is dat al zo gebeurd, dus ja, wat dat betreft, okay. Dat lukt wel. Hoe kijk jij als ervaren horeca-ondernemer tegen de huidige situatie aan, Harry? Ja, het is droevig voor de hele sector. En wat ik in het begin ook al zei, zoals nu met dat mooie weer. Laat dan de ondernemer zelf een beetje invullen. Dat en dat kan wel bij ons. Wat je vanavond ook al zei, zoals bij ons in café zitten 35 zitplaatsen. Dan zetten daar een stuk of 8 neer of 10. Komen er meer mensen binnen, verspreid die dan over het achterzaaltje. Je hoeft toch niet met elkaar om op de lip te zitten. Ik heb deze winter was het soms zo druk dat ik gewoon mensen heb weg moeten sturen. Dat ik zeg, kom in godsnaam over 2 uur terug, of anders kom morgenavond terug. Maar het duurt allemaal veel en veel te lang voordat het klaar is. Mensen willen natuurlijk niet wachten. En er is ook niet veel plezier aan dat je de buurman een beetje half in de nek hebt hangen met zijn bordje. En nee, ik bedoel, vol is mooi, maar te vol, wat een paar keer gebeurd is. Je kunt nergens langs. Het geeft alleen maar storing. De vrouw wordt zenuwachtig. Het is één gejekker en gejaag door elkaar heen. En dat brengt de sfeer niet ten goede. Okay. Je kunt met 20 mensen net zoveel sfeer hebben als met 40. Ja, de sfeer wel, maar het heeft natuurlijk ook te maken met omzet en vaste kosten. Zeker, dat begrijp ik. En daar wil ik het met jou nog eventjes over hebben. Er wordt nu wel gesproken dat de horeca mogelijk na 20 mei, maar het is ook weer speculeren allemaal, maar ja, misschien open mag onder de voorwaarde dat men de 1,5 meter in takt houdt. Dat is bij ons echt wel. Denk jij dat dat kan in de horeca? Dat is echt wel realiseerbaar. Maar dat moet je gewoon doen op afspraken. Als je op een gegeven moment 20 mensen binnen hebt, luisteren, dat kan nu even niet. Kom dan over 2 uur of kom bijvoorbeeld morgenavond. Of. Je moet maar meer spreiden, ook over meerdere avonden. Waarom moet dat altijd op zaterdag of op vrijdag? Dat kan ook op een donderdagavond. Ja. Of op een middag. Ik noem maar wat. Ja. Hoe ben jij omgegaan met de situatie, Harry? Je hebt daar het café, zeg maar, en ja, je hebt de zaal. Ja. Maar ja, daar gebeurt nu niks. Nee. Maar de vaste kosten, normaal gesproken, lopen door. Ja. Wat heb jij gedaan om toch te proberen, nu er geen omzet wordt gegenereerd in die ruimte, om die kosten van die ruimtes naar beneden te brengen? De brand, geen licht. Alle koeling, die zijn allemaal uitgeschakeld. De deurtjes overhand, dan begint de boel te stinken. Te stinken, dus die deuren los. Het gas bij ons, dat komt binnen op 1 meter. En volgens de berekeningen is ongeveer 12% van het gas, dat wordt voor privédoeleinden gebruikt. En die 85-88% schorsing, die zijn voor zakelijke doeleinden. Nou, en nu zit je met mooiere temperaturen. We hebben
Deze week heb ik een brief gehad van Vattenfall. En er staat duidelijk op dat hoeveel minder gas en licht deze maand maart, of dat maand, maart ja, minder is gebruikt. Ja, ja. Alleen de eerste 14 dagen, dat was vanaf 16 maart, toen ging het ten dicht. Die eerste 14 dagen kun je duidelijk zien dat er toen aanmerkelijk meer gas gebruikt is dan die laatste 15 dagen van de maand maart. Dat kunnen ze zo aflezen. Okay. Nou, en ik verwacht nu deze maand april dat het weer lager is. Okay. We praten dus niet over bedragen, maar het scheelt zeker 300-400 euro per maand. Okay. En jullie hebben, en dat is geen geheim natuurlijk, jullie zijn dermate op leeftijd dat ik dat ook mag zeggen, jullie hebben AOW. Ik heb AOW. En jullie houden op dit moment de kop nog boven water? Jawel, jawel, jawel. Oké. Okay. Maar het moet ook niet te lang duren voor jullie? Nee, maar dan moet ik een reserve aantasten en daar heb ik ook niet veel zin aan. Dat willen je kinderen ook niet, denk ik. Brandverzekering en stormverzekering, daar moet je gewoon bedankt betalen. Ja. Ik heb met de gemeente heb ik Rudy Veldman aan de lijn gehad. Nou, die heeft gezegd, we schuiven het WOZ-gedoe wel weer op. Ja, ja. Nou, je zit dus gewoon met brandverzekering van de... Ja, dat moet je natuurlijk blijven doen. Dat moet betalen. Nee, je kunt niet zeggen, ik doe het nu uit de verzekering. Pas op. Nee, nee, nee. Goed. Ik ken ook een collega die sprak ik vorige week, die wil de helft van zijn pand verzekerd hebben. Zeg, man, dat is al levensgevaarlijk. Ja, dat zijn risico's die je eigenlijk niet moet nemen. Ja, zeg maar, als ik dan de tent voor 1 miljoen verzeker, ja, heeft hem nu verzekerd voor 5 ton, zit de brand alles af. Ja. Nou, dan denk ik aan 5 ton nog genoeg zeggen, want ik bouw toch niet meer zo groot. Ja, 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 dat moet helemaal weten. Nou goed, dat zijn individuele situaties. Over individuele situaties gesproken, Wilfred. Jij mag morgen weer open met de boerderijcamping. Ja. Is de slagboom al open? Of? We hebben geen slagboom, dat scheelt. Oh. Hij is altijd open. Oh. Maar we zijn vanaf morgen nog gewoon gesloten. En we gaan pas op z'n vroegst 20 mei open. Dat komt omdat we eigenlijk onze camping zo hebben ingericht dat we twee sanitaire gebouwen hebben die gemeenschappelijk zijn. Waardoor we eigenlijk gewoon geen ruimte, we hebben geen chalets, geen huisjes. Dus dat past al niet. En daarnaast, dan kun je wel campers ontvangen die alles binnensboord hebben. Ja. Maar daar zijn we eigenlijk ook niet op gericht. We hebben geen afvoer waar je de camper zo boven kunt zetten en alles kunt afvoeren. Wateraansluitingen hebben we ook niet dat je de camper zo aan kan doen. Dus wij zijn er eigenlijk niet op ingericht. En we vinden het dus op dit moment gewoon beter om gewoon dicht te blijven. Heeft dat ook iets met de veiligheid te maken voor jezelf? Nou, niet zozeer voor mezelf, maar we zijn er ook wel van bewust van, als er mensen komen met de camper, dan hebben we ook nog vaste gasten die het hele jaar eigenlijk staan, die een seizoenplaats hebben. Ja. Die zeggen dan, maar goed, het toiletgebouw wordt toch niet gebruikt, dus als je dat nu gaat verdelen, dat is voor mij, dat stukje is voor mij en dat stukje voor een ander. En dan krijg je toch steeds weer dat er meer mensen komen en dan komen er weer nieuwe mensen die zeggen, maar dan kunnen wij er ook nog wel bij. En ja, we kunnen beter een lijn trekken en zeggen, we doen het op dit moment niet. Is dat mede deze opstelling, dat je zegt van ik blijf nog even in quarantaine zitten, bewust, is een eigen keuze. Is die keuze mede tot stand gebracht omdat je financieel niet helemaal afhankelijk bent van de camping? Je hebt daarnaast ook nog een boerderij. Nou nee, we hebben een kleine boerderij, een hobbyboerderij, maar daarnaast werk ik. Mijn vrouw doet eigenlijk het grootste gedeelte de camping overdag. Ja. En ik werk 4 dagen in de week, dus ik heb gewoon neveninkomsten. Dus is het voor ons wat dat betreft wat makkelijker om te zeggen van we gaan nog niet open. Ja. Maar daarnaast is het ook zo, als je, laten we zeggen, 5 mensen krijgt op de camping. Je moet wel alles draaien houden en alle toiletgebouwen. De verlichting moet aan, er wordt stroom afgenomen. Er gaan wel veel meer kosten komen en Ben je nog in aanmerking gekomen voor die 4000 euro? Ja, wij zijn in aanmerking gekomen voor de 4000 euro voor de tochtsvergoeding. En dat scheelt wel, met name omdat we dan even weer qua liquide middelen even de goede kant op gaan. Ja. Want wij maken ons nog meer zorgen om de periode na 20 mei. Dat is dan Hemelvaart Pinksteren die dan eraan zit te komen. En dat is een periode dat wij als campings normaal chockvol zitten. Grote hordes met families die in één keer komen. En die zijn eigenlijk al heel veel geboekt. Dus die zijn al heel veel voorschotten betaald. Dus dat is nog wel iets dat we... Ja, dat kan ik voorstellen. Daar kijken we nog tegenop van wat gaat er dan gebeuren. Ja. Ik zelf denk, maar goed, dat wij dan nog niet open zullen kunnen.
Want het zou wat vreemd zijn als we nu allemaal nog thuis moeten blijven. Maar, en dat we op 20 mei allemaal weer met z'n allen het hele land door gaan crossen. Als er nu normaal 500 mensen bij jullie op de camping zijn, kun je dan niet zeggen van we gaan met dat 200 of 250? Ja, wij kunnen dus ook zeggen, misschien dat zou een optie kunnen zijn dat je zegt van we doen maar een kwart open of de helft open. Ja. Alleen met Hemelvaart Pinksteren is dat ook weer lastig, want we zitten nu eigenlijk al het grootste gedeelte bezet. Welke mensen moet je dan zeggen van jij mag niet komen en jij mag wel komen? Ja, nee, dat weer, En dat blijft lastig. Dus het is nog even kijken wat er gebeurt na 20 mei. Maar als alles open gaat, gaan wij ook gewoon open. Ja, ja. Maar goed, als er nog regels aan blijven, dat denk ik wel voor dit soort campings. Maar zoals nu ook met dat mooi weer. Er is voor de horeca is er echt veel kans om de tent open te doen. Maar dan moet je dat beheerst doen. Ja, oké. Okay. Ja. En die zegt, ik wil direct de bak vol hebben. Want dat helpt niet. Je moet je houden aan de regels. Hè. Klaar. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel het probleem. Jij kan vinden van het kan wel, maar... Nee, dat moet je niet doen. Nee. Maar dat moet iedere ondernemer zelf afwegen. Ja. Doe dat nou niet, want dan krijg je... En de mensen willen dat ook niet. Dus Arie, jij hebt achter jouw bedrijf heb je een schitterend terras. Ja. En in deze periode lokt dat wel uit om daar naartoe te gaan. Ja, dus een vorm van schild, ja. Ik kom volgende week nog een aantal keren bij jou om even te evalueren, hoor. Want deze uitzending natuurlijk, dat zul je begrijpen. Nou, vind ik mooi. Je bent welkom. Dat is duidelijk. Ja. Hoop jij dat mede, als het weer goed blijft, dat je ook door het terras... toch nog een stukje omzet wat je nu mist weer terug te halen? Nou, dat zit er wel dik in. Ja. Zit er wel dik in. Maar je bent natuurlijk afhankelijk van Rutte en consorten. Ja. Ja. Je kunt niet op eigen houtjes. En mevrouw Annelies van der Kolk kan hem ook niet helpen. Nee. Die kan daar wel goed knikken. Goed, Dus jij verwacht een mooie nazomer? Nou, natuurlijk wel. Kijk, sinds 16 maart zit de tent nu dicht. Nou, dan is dan 1 maand, dat is dan nu 30 dagen in april, 14 dagen van dit, 44 dagen. Nou, dan moet ik Lomnu 80 dagen op slot zitten. He? Ja, ja. Ja. Dat is in jullie situatie in ieder geval te overzien. Ach, doe wel. En in jullie situatie ook. We hebben in de maand... Ja, maar dat geldt niet voor alle bedrijven. Nee, maar het is ook straks wel weer afhankelijk van, vooral voor campings, als de zomer weer open kan. Ja. En er zitten wat voorwaarden aan. Het moet mooi weer zijn en de vakanties moeten voldoende lang zijn. Want er wordt ook al gesproken over het inkorten van de vakanties. Maar dan kunnen we nog in de zomer nog wel weer goed maken voor het voorjaar. Maar je moet wel de financiële middelen hebben om tot de zomer te kunnen overbruggen. Ja, als je natuurlijk gepaard gaat met 400.000 werklozen. Die had gemiddeld 300-400 minder te besteden hebt. Ja. Ja, dat merk je natuurlijk als kroegbaas. Dat blijft gewoon niet uit. Nee, maar daar zal hij ook mee te maken kring. Heren, het is 9:50. En we zijn aan het einde. En we kijken niet op een minuutje meer of minder. Nee, dat begrijp ik. Maar we zijn er wel door. Is er nog iets wat Harry, jij met ons zou willen delen, waar we nog niet over gehad hebben? Nou, wat ik zojuist ook zei, van, er zijn heus wel mogelijkheden. Maar dan moet de ondernemer zelf ook een beetje oog in zeil houden en zeggen, jongens, tot zover en niet verder. Laat dan die groep monomen. Wel, maar het moet wel van bovenaf vrijgegeven worden. Ja, dat weet ik ook wel. Dat is de voorwaarde. Ja, maar waarom moet al die drukte maar op 1 of 2 avonden zijn? Dat kan toch ook uitgesmeerd worden over meerdere avonden? Ja. Of niet? Ja, nee, maar daar wordt natuurlijk wel over nagedacht. Ja, natuurlijk. Ook met de scholen die nu opengaan, ja, gaat men ook in de horeca groepen naar school. En jij wilt eigenlijk zoiets zien dat bijvoorbeeld de vaste gasten in groepen bij jou het café binnenkomen. Ja, goed, maar ik heb dat van Winter meerdere keer meegemaakt. Dan bel eens op. Ja, we komen met 10 man. Ho, rustig aan. Ja, ik heb zo en zo laten zitten er zoveel volk. Ik heb meerdere keren deze winter, moet ik gewoon zeggen, doe dat nu even een paar uur later. En dan jij bent positief gestemd. Ach, waarom niet? Oké. Waarom niet? Houden we zo. Wilfred, heb jij nog iets vanuit jouw persoonlijke situatie? Nou ja, wat ik toch altijd wel weer mee wil geven aan alle inwoners van Twenterand. Denk aan de ondernemers in Twenterand. En zorg dat die ondersteund worden. En ja, winkel in Twenterand. En ga zelfs op vakantie in je eigen gemeente. Dat kan best. Dus, want wij hebben ook mensen uit Friesveen. Dus ja, denk ook met name aan.
aan de lokale ondernemer. Oké. Okay. Ja, Harry, die is dat gewend als kroegbaas om zijn klanten te voorzien van een glaasje. En die staat gewoon op terwijl die vast ligt aan zijn microfoon. Maar goed, Harry, je moet ook 1,50 meter afstand houden, hè? Oh, ja, oké, maar het is maar dat je het weet. Maar goed, maar zo zit je nu eenmaal in elkaar, Harry. Jouw boodschap kwam nog wel, ondanks dat Harry er even tussendoor kwam, ja, zo, wel over. Het zou toch jammer zijn dat we die mogelijkheden niet even konden uitproberen. Nee, ja, oké. Maar goed, daar gaan jij niet over en daar gaan... Stel je voor dat het over 3 weken open mag. En dan ben je direct aan een toeloop hebben van een... Harry, je moet wel je microfoon omdoen als je praat, want anders horen we je niet. Ja, ik heb 3 uurlingen neer. Oh. Maar goed. Nou, oké, maar dan hoef je ook niks te zeggen, want dan horen ze je niet. Nee, okay, ik kan zo praten. Zo. Ja, hoor. Nee, maar goed. We kunnen het proberen. Ja, nou, dan moet je een beetje gedoseerd binnen laten komen. Ja, die boodschap is heel duidelijk overgekomen. Ja. Maar nogmaals, jij gaat daar niet over. Je kan het niet individueel beslissen. Nee, het wordt van hoger hand opgelegd. Nee, Rutte die is bang. Nee, Harry, die discussie ga ik met jou niet aan. Nee, maar dat schrijft hij ook in de krant. Hij is bang dat dan de hele meute in één keer losbarst. Ja, oké. Okay. En dat zal hij een man in Groningen, Friesland en Drenthe de horeca opengooien. En dat dan de rest van Nederland het noorden neer is. Harry, heb je het begrepen? We moeten eruit. Nou, dan gaan we er nu uit. Oké. Heren. Heren, dank dat jullie aanwezig wilden zijn. Fijn dat jullie er waren en de informatie ook hebben willen delen. Het is duidelijk wat Harry wil. Die wil zo snel mogelijk open. En ja, ik zal het bandje van deze uitzending, Harry, zal ik doorsturen naar Mark. Hoezo? En misschien, misschien luistert hij ernaar. Hij moet nog een keer bij ons komen met Henk Bolk. Kan hij dan gelijk doen. Ik wens jullie beiden veel sterkte de komende tijd. Ik hoop dat we, zeg maar, na de zomer terug kunnen kijken op iets wat geweest is. En waar jullie beide goed doorheen zijn gekomen. Maar dat geldt ook voor de andere bedrijven binnen Twente Rand. Die wens ik ook heel veel sterkte. En vanavond ging het over de horeca en de recreatie. Specifiek die bedrijven, heel veel sterkte. Houd de moed erin. Yes. En zoek elkaar zo nu en dan telefonisch op. En vraag en praat met elkaar. Ja, je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar ook hierin nodig. Jazeker. Ik dank uiteraard ook de heren van de techniek weer. Want het is aanpoten met z'n tweeën achter de knoppen. Zeker als er redelijk wat foto's en video's moeten worden opgestart. En zeker ook als je een gast aan tafel hebt zitten die gewoon opstaat en niks ommaalt dat de microfoon vastgeknoopt zit aan zijn Colbert. Maar ja, hij is ook niet gewend om een Colbertje te dragen. En misschien is dat wel de reden. Dat zou het kunnen zijn, Harry. Maar geef niks, je bent zoals je bent en daar word je ook door gewaardeerd. En gelukkig heb ik vanavond aan tafel geen andere Harry gezien dan die ik normaal, zo nu en... Nee, niet normaal tegenkom. Dan denken ze dat ik er dagelijks ben. Maar zo nu en dan komen we elkaar in de goede tijden wel tegen. En dan zien we gelukkig dezelfde Harry. Jazeker. Henry en Pascal, bedankt. En niet te vergeten Marvin ook, die van huis uit meekijkt, meedenkt en adviseert. Ik zie u graag volgende week donderdagavond 30 april weer terug bij het programma waarvan iedereen hoopt dat deze serie uitzendingen heel snel afgelopen zal zijn. Dat hoor je niet zo vaak als presentator om dat te zeggen, maar dat meen ik echt. Wij zitten niet te wachten op dit soort uitzendingen. Nee. Wij willen wel weer graag naar het normale of desnoods het nieuwe normaal. Maar voor nu, tot volgende week. Dag.